Het verkeer ondervindt hinder door werkzaamheden tussen de Ooijse Dijk en de Voerweg in Nijmegen. Tot eind mei vinden er werkzaamheden plaats. Het gaat erbij om een zogenaamde reconstructie, waarbij het wegdek en de parkeerplaatsen worden nagekeken en waar nodig opgeknapt. Tot 25 mei is dit stuk weg niet te gebruiken. Omrijden kan via de nieuwe Ubbergseweg en de Ubbergseweg.